Het onderdirectoraat beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vanmorgen een systeem van lerende netwerken voor LBO-schooldirecteurs gelanceerd. Dit systeem is in samenwerking met CENASU, Centrum voor Nascholing in Suriname, en VVOB, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkeling en Technische Bijstand, tot stand gekomen. Het netwerksysteem is volgens Ashok Kumar Rambali, directeur onderdirectoraat beroepsonderwijs, gericht op het versterken van LBO-schooldirecteuren op het vlak van hun onderwijskundig leiderschap. Rambali zegt dat in de lerende netwerken de schoolleiders kennis, ervaring en ideeën bij elkaar brengen om samen te komen tot nieuwe, creatieve oplossingen voor de werking van hun school. En dit hebben we dan samen uitgevoerd met VVOB. Om die directeuren, alle LBO-directeuren zijn hier, van 50 directeuren ongeveer, om ze dan vandaag hier in te tunen hoe, we noemen het SLN, kortheidshalve, schoolleidersnetwerken, om ze in te tunen, om ze beter te maken, hoe we dat gaan uitvoeren in groepen. Per regio zijn die groepen van scholen gegroepeerd en dan gaan ze geregeld bij elkaar komen met een bepaalde manier van rapportages, etc. Zodat ze van elkaar ook kunnen leren, maar behalve van elkaar leren, dat je dan een wisselwerking hebt. Je kunt ook van ze horen wat er speelt in het gebied. Maar aan de andere kant ook, dat je ook deskundigen kunt brengen om ze nieuwe zaken bij te brengen. Want elke dag verandert beroepsonderwijs. Want beroepsonderwijs is verschrikkelijk dynamisch. Wat nu nieuw is, is over klokuur af veranderd. Dat wil zeggen dat je je mensen zodanig moet instellen dat ze open moeten zijn voor die veranderingen. Ook de schoolsituaties. We kennen onze technische scholen. De kinderen zijn misschien, durven ze veel meer dan andere scholen. Maar dan moet je die schoolleiders, het personeel ook op dat niveau brengen. Alus Ashok Kumar Rambali is de directeur onder directoraat beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij sprak vanmorgen tijdens de lancering van het systeem van lerende netwerken voor LBO-schooldirecteuren. De lancering vond plaats in de conferentiezaal van het SPI.